Koen, ja, iedereen kent Belfius uiteraard, maar op welk departement bevinden we ons nu? We zitten op het IT-departement, het Informatica-departement. Wij zijn de vijfde grootste verzekeringsmaatschappij in België. We zijn een volledig Belgische verzekeringsmaatschappij. En wij hebben een heel breed gamma aan producten voor iedereen binnen België. En wat is de juiste missie van België? Wij gaan voor tevredenheid. Wij willen 100 95% tevreden klanten. En dat is waar we willen voor gaan. Ja, gezien jullie in de IT-wereld zitten, zijn jullie waarschijnlijk continu op zoek naar jong IT-talent? Wij zijn inderdaad continu op zoek naar jong IT-talent. Dat is ja. voor ons heel, heel belangrijk. Welke functies of projecten kunnen de IT-talenten ingezet worden? In ons informatica-departement zal jong IT-talent starten met programmeren. Maar dat blijft niet bij. Maar ze starten in elk geval met te programmeren en dan gaan ze verder doorgroeien naar uh, analist. En waarom is Belfius een interessante werkgever voor jong IT-talent? Omdat wij geloven in talent. Wij hebben mensen nodig. En wij hebben een aantal dingen die centraal staan voor mensen die bij ons starten: drie basisprincipes: opleiding, opleiding, opleiding. Dat is nogthans het eerste principe. Coaching en loopbaanmogelijkheden. En als je het over opleiding hebt, het eerste aspect is de IT-technische opleiding zodanig dat je in onze IT-technische omgeving goed opgeleid wordt. Het tweede aspect van de opleiding is de opleiding van de businesskennis. Als je IT-technisch weet wat je moet doen en je komt terecht in een informatica-departement in een verzekeringsmaatschappij, dan zijn we bezig met core businessprocessen te informatiseren en is het echt wel van belang dat je die kent. Nu, als je als starter hier begint en je hebt die opleiding gehad, ja, dan moet je ook gecoacht worden. Ja. Zo gaan wij iedereen die hier start, een meter of een Peter aanduiden. En dat is iemand die meer ervaring heeft, die in de buurt van de medewerker zit, die heel bereikbaar is en die gaat coachen, ondersteunen, echt uitleg geven en waar hij met alle vragen uh, terecht kan. Ja. En het derde stuk vind ik ook heel belangrijk: wij geloven erin dat iemand moet kunnen doorgroeien. En je start om te programmeren, maar informatica is veel meer dan programmeren. Je moet eigenlijk mogelijkheid hebben om businessvragen, een vraag die iemand van onze business heeft, te vertalen in een IT-oplossing. En daar gaat over analyseren, programmeren, testen. En in een gansa segment kun je in je verdere loopbaan doorgroeien.